Yes, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe update video. Als jullie willen, smash eventjes op het duimpje omhoog. Dat zou natuurlijk heel erg helpen bij de video. Abonneren op dit kanaal kan natuurlijk hier beneden. Je kunt ons supporten in de item shop met de code teveelgevraagd. En dit is de item shop van vandaag. We zien iets heel erg interessants. Namelijk, we zien wat spooky dingen verschijnen. De school trooper, de ghoul trooper, de crypt cruiser en de school... Sickle en de Ginning Ghoul, de backpack. Dus we hebben opeens een soort van Halloween item shop. Daar lijkt het heel erg op. Maar we zien niet de OG stijl. Ik heb het daar eerder over gehad dat hij terug zou komen. Nou, op dit moment dus nog niet. Maar ja, Halloween moet nog komen. Natuurlijk het einde van deze maand. Ja, nu al dus een soort van spooky item shop. Best wel interessant. Goed, ja, je kunt natuurlijk overwegen om onze code te gebruiken wanneer je iets tof ziet staan. Wie dat ook heeft gedaan is Face Caesar. Hij heeft namelijk de level up gehaald met onze code. Thanks a lot, bro. Goed, laten we er gelijk, denk ik, doorgaan naar het eerste topic. Ik heb, ja, niet heel erg veel, maar ik heb wel interessante dingetjes. Dus laten we direct gaan starten. Ja, het eerste dingetje gaat eventjes over de 14.30 update. Namelijk, die is aangepast in de staging servers. Jawel, daar zat hij in principe al in. Maar hij is nu nog een keer aangepast. Dus dat betekent dat we, ja, jammer genoeg wel, volgende week de update gaan krijgen. Deze week krijgen we geen update. Dat is natuurlijk best wel zuur. Maar ja, het is niet anders. Het is ondertussen alweer vrijdag. En ze hebben letterlijk nog nooit een update volgens mij gedaan op vrijdag. Dus we gaan waarschijnlijk dinsdag of woensdag de update krijgen. De 14.30 update. Gaat een best wel grote update worden. Ze moeten nog hier en daar een paar dingetjes fixen. Maar dan is alles wel helemaal ready. Goed, laten we doorgaan naar het volgende dingetje. En dit gaat eventjes over de Halloween Battle Bus. Ik heb daar gisteren ook al eventjes over gehad dat hij is aangepast in de files. En nu is er ook in-game footage van. Namelijk, jullie zien hem hier. De in-game Battle Bus in Halloween stijl ziet er super, super dik uit. Ja, ik weet niet wanneer deze erin gaat komen. Het zou me niet verbazen als dat al gaat zijn bij de 14.30 update. Omdat ze nu dus ook al in de item shop een soort van teasen dat er Halloween aan gaat komen. Dus ja, het zou me niet verbazen. We gaan het zien. Misschien dus in de 14.30 update volgende week. Laten we doorgaan naar het volgende dingetje. En dit gaat eventjes over de Fortnite Championship Series. Namelijk, dit weekend is het weer gaande. En als jij kijkt op Twitch met een gelinkt account met jouw Epic Games, dan kun je weer gratis dingetjes krijgen. Hoe laat het gaat beginnen? Nou, 1 p.m. ET. Ik zal eventjes kijken hoe laat dat is in Nederland. En dat is om 19:00. Dus 7 uur 's avonds gaat het beginnen morgen. Ja, dan kun je dus kijken. Dus dan kun je gratis items krijgen. Hey, dat is natuurlijk wel leuk. Een backbling, een spray. Nou, jullie zagen het zojuist in beeld. Dus ja, dat is zeker weer te geinig. En ja, dat kun je dus unlocken. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes ook over Twitch. En ja, voornamelijk eventjes over Fortnite streamers. Fortnite streamers, het zijn er echt een stuk minder geworden. We hebben bijvoorbeeld een Tfue die niet meer streamt. We hebben bijvoorbeeld een Symphony die geen Fortnite meer streamt. Zo hebben we nog echt superveel anderen die geen Fortnite meer streamen. Maar ondanks dat blijven er altijd wel een paar grote over. Waaronder ook Klix. En Klix, die is zo groot zelfs dat hij zelfs een contract heeft gesigned nu met Twitch. Dat hij daar moet blijven. Waarschijnlijk voor 1 of 2 jaar. Dus ja, gefeliciteerd Klix. Gaat hij nooit zien. Maar Klix heeft dus nu officieel een contract met Twitch. En ik vind het wel interessant. Omdat dat, ja, het is een Fortnite streamer. En ja, Twitch ziet ook in dat Fortnite gewoon levend blijft. En zal blijven waarschijnlijk. Dus vandaar hebben ze hem gewoon een contract gegeven. Het zegt wat. Laat ik het zo zeggen. Oké, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over natuurlijk de week 7 challenges. En ja, ik heb een cheat sheet voor jullie. Jullie zien hem hier. Gemaakt natuurlijk door die squatting dog. En dit is gewoon weer extreem handig als je de challenges wilt doen. Volg deze cheat sheet en op letterlijk op deze manier kun je alles heel erg snel voltooien. Inclusief dus ook de XP en zo. Dus dan kun je dat ook nog eens makkelijk ja, gewoon zien waar dat is. Goed, laten we doorgaan naar het allerlaatste dingetje. En dit is gewoon eventjes een geniale clip van eigenlijk al best wel weer een tijdje geleden. Namelijk in chapter 1. Maar alsnog is die best wel goed. Het woordje karma, ja, komt er nog net niet in voor. Maar je ziet wel dat dat gaande is. Thank you.
Ja, karma, zo noem je dat zeker weten wel. Hij moest maar niet gaan dansen. Kijk, dat is gewoon toxic. Weet je, ik dans ook nooit wanneer ik iemand kill. Dat is gewoon zwaar toxic. Daar doen we gewoon echt niet aan. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze wat kortere update video. Vonden jullie het wel surprise? Smash dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Dat zou heel erg helpen. Abonneren kan hier beneden. En je kunt ons supporten in de itemshop met de code dat veel gevraagd. #ad. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Peace out.